De Pura Vista, het hotel Pura Vista. Met een beetje pijn in ons hart. Dat ja, zeker. Kijk, we gaan nog mooie dingen doen, dus dat is een beetje een pleister op de wonden. Maar ja. Wat een plek was dit, zeg. Nogal. Dus mocht je in de buurt zijn van Playa del Coco of in Ocotal, wat eigenlijk hier de plek heet, ga zeker langs bij Florian. Zoek hem. Oh ja, dat is van een plas water. Zoek hem op. Of vraag ons om zijn telefoonnummer, kan je hem gewoon whatsappen. Wat hebben we betaald? $120 voor de nacht. Ja. Ontbijtje voor, echt super. Ik denk het lekkerste ontbijt wat ik hier gehad heb, met ei en bacon. En perfecte koffie. Dus mocht je vertrekken vanuit Liberia, dan is dit echt de perfecte laatste plek om je dagen in Costa Rica te slijten. Wie ken ik die vertrekken vanuit Liberia binnenkort? Linda, ik kijk naar jou. Mijn Linda, niet Arnold's Linda. Om de vorm compleet te maken. Goed, op weg naar La Fortuna. Want morgen hebben we nog meer dikke shit in de planning, zoals dat heet. En we gaan nu gewoon rijden naar het strand. Erg nog een waterval onderweg. Een gemiddelde dag in Costa Rica. Nou, vamonos! Ja, ik weet niet zeker of we die kant op moeten of dat we daar... Die kant is... Ja? ja, we kunnen allemaal... Oh, je kan ook je keren. Ja, natuurlijk. Nee, dat is, dat is ook... ben ik gelopen volgens mij. Dat is korter. Ja. Want... Even voor context. Stel jij maar, Arnold, even voor context. Ja. Gisteren zaten we aan de overkant. En Arnold zat, terwijl hij pizza zat te eten, zat hij al de hele tijd, frozen yoghurt, ga naar de overkant. En toen heb ik uiteindelijk tiramisu laten bestellen. En ik zie nu dat hij teleurgesteld is in de frozen yoghurt. We gaan hier even bestellen en dan gaan we vertellen hoe lekker het is. Just vanilla. Quinne, deze is voor jou. Papa denkt aan je. Zeker, zeker. Op een Radio DOS in Costa Rica horen wij gewoon Harry Styles. En dan ook nog de Sign of the Times. Hola! Ingles. Ingles. Oké. Sí. Oké. The fee is 4,000 colones per person. Oké. Okay. And for teachers, is there a discount? No. Too bad. And dollars? $7 per person. Oké. En polsbandjes, Arnold. Ja. Alsof we naar een festival gaan. Zeker. En het liefste wil ik deze niet omdoen. Gracias. Welkom. Deze wil ik het liefste niet omdoen, want die kunnen dan natuurlijk mooi in het plakboek. Precies, dus maar dat doen we ook niet. Dus we rijden goed hoor. Ja. Nou, jullie hebben gezien wat voor fascinerende route het is. Nou, we zijn bij Llanos del Cortés. De Cortés? Ik weet het niet meer. Llanos Cortés. Een waterval. Dus we gaan even kijken. 100 meter staat daar. Dus, En we gaan zwemmen. Dus, vamonos. Schijn ook goede koffie te hebben. Ja.
zijn aangekomen bij de German Bakery. Om even voor je snack en een stop onderweg naar Arenal. En, we hebben niet verteld dat we van Janos del... Ik moet even nadenken. Janos del Cortés vonden. Ik had hem in mijn hoofd veel groter gemaakt en fantastischer dan hij was. En hij was oké. Okay. Ja, maar ik vond hem best oké. Okay. Ja. Best oké. Okay. Ja, de stop waar, maar ik weet niet of ik hem $6 had. Ik weet het zeker. $7 Dat was hij geweest als we ook nog gewoon naar boven hadden kunnen gaan. Zonder dat we daar weer private property en ja, nog een paar dingen. En een gids en zo en allemaal dingen. Dus dat, ja. Maar goed, dit is best een leuke stop. Ja, even. Precies. Ben je in de buurt, ja. Rijden langs, stop en een fotootje. En kijk, heb deze foto bijvoorbeeld die wij gemaakt hebben. Maar ook wel goed om gewoon weer door te gaan richting Arenal. Dus, en op weg naar Arenal heb je de German Bakery. Prima stop, vooral als je zelfs even moet plassen. Kijk. Thanks. Bye. Nou, we rijden naar het immer pittoreske La Fortuna. Wat vooral bekend staat om de Arenal, het vulkaan die Arnold net gefilmd heeft. En de Arenal is in 1968 uitgebarsten. Na een zekere periode van slapend te zijn geweest. En na die tijd heeft hij 40 jaar lang lava lopen, niet zozeer spuwen af en toe. Maar vooral er kwam een lavastroom uit de krater. En heel veel hotels om de vulkaan heen zijn dusdanig gebouwd dat ze zicht hadden op de vulkaan. En met kamers die ook zicht hadden op de vulkaan. Want natuurlijk zodra het donker wordt had je het nachtelijke schouwspel van de lava die langs de flanken van de Arenal stroomde. En daar zijn wij nu. In 2010, als ik het goed heb, is de Arenal gestopt met actief te zijn. Dus geen lava. Maar wel heel veel andere dingen. Je kan hier wandelen. Je kan hier MTB'en, je kan hier kot rijden, je kan hier raften. Er is een waterval waar je naartoe kan. Er zijn heel veel restaurantjes. En, niet te vergeten, er is natuurlijk een thermische activiteit. Het is een vulkaan, dus de hete binnenkant van de aarde is extreem dichtbij. En je hebt hier dus ook thermale zwembaden. Baldi bijvoorbeeld, of Tabacón, of Paradise. Maar ook daar gaan we allemaal niet naartoe. Want Arnold en ik gaan morgen om 6:30 opgehaald worden voor Gravity Falls. En daar ga ik van een waterval springen van 8 meter hoog. Nu al zin in. Yeah, why don't you come? Show me good clothes. Yeah. ¿Cómo están? Bien. Gracias. We gaan inchecken bij Rocca Negra. Daar ben ik 10 jaar geleden geweest. En dat beviel me hier wel. Dus, en blijkbaar zijn de kamers 4 jaar geleden herzien. Nou, $70 voor z'n tweeën. Ik vind het een schappelijke. Ja. Helemaal goed. Nice and spicy. Yeah.